Op 500 meter van het Philipsstadion in Strijp S is het busopstapplaats. Daar staat al een lang lint van bussen klaar. Het wordt een bekerfinale. Voor het eerst sinds lange tijd dat PSV weer zijn prijs kan pakken. Jij hebt er natuurlijk alle vertrouwen in, dat kan niet anders. Tuurlijk. 3-1. Ja? 3-1 voor PSV, ja. Vlak voor de allereerste bus staat algemeen directeur van PSV, Tini Sanders. Het moet een mooi feestje worden voor PSV. Gaat het ook een mooi feestje worden? Ja, we zien het wel uit. Zoveel duizenden mensen die meegaan. Prachtige wedstrijd, dus dat moet gewoon een mooi feestje worden. Ja, u bent er al helemaal op gekleed, hè? Ja, helemaal klaar voor. Ja. Nou nog die beker. Nou nog die beker, zeker weten. Maar dat gaat gebeuren. Ja, alle kans en bij alle vertrouwen. De algemeen directeur zelf zwaait bus 1 en 2 uit. Daarna volgen er meer. In totaal 207. En natuurlijk zijn ook wij aan boord van één van de 207 bussen die naar Rotterdam gaan, naar de Kuip. En daar moet PSV de beker winnen. De sfeer zit hier al helemaal goed in. En dan om 4:15 komen we aan bij de Kuip. Daar moet het gaan gebeuren, daar moet PSV de beker gaan winnen.